Oké, we lezen verder in tekst 25a van Disco. Caesar die schreeuwt, ah, maar dat is geweld als hij aangevallen wordt in de Senaat. En dan lezen we dit primo repugnare temptabat sed videns sea multis petti toga caput exit met moriens cecidit. Eerst probeerde hij nog terug te vechten, maar videns ziende toen die zag, terwijl hij zag, omdat hij zag, ACI. C amultis petti, C accusativus van, hè, van C, dus eigenlijk zich, maar in een ACI betekent het altijd hij of zij, hangt er vanaf wie het onderwerp is, want C verwijst altijd terug naar het onderwerp, altijd. Dus dat hij amultis, A hier technisch door, want het is namelijk passief, dus krijg je altijd technisch door, door multis, ja, multis viris bijvoorbeeld, of postibus, hoe dan ook, in ieder geval door velen, petti, petre is in dit geval die zal aanvallen, zich vijandelijk begeven naar, in dit geval dus aanvallen, en dan in het passief aangevallen worden, maar in een ASI dus dat hij door velen aangevallen werd. Ik doe werd, want dit is natuurlijk ook allemaal per verleden tijd, het temptabat, het dexit, en keek enzovoort. Dus probeerde eerst nog terug te vechten, maar omdat hij zag dat hij door velen aangevallen werd, dexit, van tegere, bedekken, perfecten, bedekte hij zijn caput, accusativus, ablativus, toga, met zijn toga. Et moriens en stervend, ppa van mori, maar dat hoef je niet te weten. Stervend keek hij dit, viel hij, ja, hier, op de grond, viel hij. Je ziet een mooi verschil tussen temptabat imperfectum. Dat was een tijdje aan de gang, hij probeerde tegen te vechten. Maar toen, tegen die achtergrond, texit. Dus ineens zag hij eerst wat, maar dat was een PPA. En dan texit perfectum, gebeurtenis. Niet een toestand, zoals dat temptabat repugnare, maar texit. Gebeurtenis, hij bedekte zijn hoofd en keek hij dit. Hij viel. Eigenlijk is het allemaal weer stervend. Hè? Deze gebeurde tegelijkertijd met die, en deze gebeurt tegelijkertijd met die. Heb ik al gezegd daarover? Ja, fama est. Eum agnescentem interconjuratus brutum dixisse tuquoque brutum mifili. Dan is er een verhaal wat overgeleverd wordt. Hè. Dus fama est, het verhaal gaat, ACI eigenlijk altijd daarachter. Eerst eum, dus dat hij, deel van ACI, en dan dixisse is de infinitivus daarbij. Infinitivus perfectum wel, dus dat hij heeft gezegd. Dat is de kern. Maar bij dat hij hoort nog een PPA. Herken je aan de accusativus? Het feit dat dit een accusativus is, zegt dat het bij eum hoort. Te herkennen aan letter NT natuurlijk. Herkennend. Kan zeggen, terwijl die herkende. Of omdat die, of toen die herkende. Het verhaal gaat dat hij, dus Caesar, toen die, noem je eerst even deze dingen, tussen de samenzweerders Brutus herkende, gezegd heeft, is accusatief bij, of leidt het voorbij dat PPA dus. Hè? Jij ook, Brutus, mijn zoon. Dit is toe, dat is nominatief of vocatief, dat kun je niet echt zien. Hij spreekt hem aan, maar misschien wil je zeggen van, jij bent er ook bij, of ben je er ook bij. Nou, het is iets weggelaten, jij ook. Een van de twee, nominatief of vocatief. Brute zegt duidelijk vocatief van Brutus. Brutus. Mifili is vocatief van Meius Filius. Meus wordt altijd mi en alle woorden op ius worden verder afgekort tot i als het een vocatief is. Dus filius, fili, lucius, luci, cornelius, corneli enzovoort. Niet op e, broek dat gewone woorden op oes worden e. Jij ook, Brutus, mijn zoon. Nou, en de grote kans dat dit niet in het Latijn zo daadwerkelijk gezegd is door Caesar. Maar we hebben dit uit een Griekse schrijver ons overgeleverd over de eeuwen heen. Daar staat kaisu technon, ook jij kind in het Grieks. Het zij omdat de schrijver Grieks schreef, het zij omdat Caesar daadwerkelijk in het Grieks gezegd heeft. Dat is helemaal niet ondenkbaar, want Grieks was een heel normale taal in die tijd, ook in de politiek. Maar, u weet het niet. Hoe dan ook, dat zei hij. En dan, post quam conjurati caesarem plurimis plagis vulneraverunt, eum jacentem reliquerunt et auffugerunt. Nadat, weer post kwam met perfectum vertalen als een plusquamperfectum staat, nadat de samenzweerders Caesar, leidend voorwerp, ablativus, bijwoordelijke bepaling, dus gewoon met
met zeer vele plagies, slagen of steken van mijn part, hadden verwond. Hè, plus qua perfectum vertaling, ook al is het perfectum, maar het komt door post kwam. Even kijken, multus is veel, plurimus is meeste of zeer veel natuurlijk. En plaga is een slag, maar je weet dat ze het met messen doen, dus in plaats van met een vuist. Hè, dus misschien logisch om het met steken te zeggen. Nadat de samenzweerder Caesar met zeer vele slagen of steken dus hadden verwond, verlieten, reliquerunt perfectum van relinquere, verlieten ze eum hem, jacentem ppa. Bij eum, ook accusatief, dat kan je dus daaraan koppelen. Liggend, verlieten ze hem liggend, nou, lieten ze hem liggen, laat ik eigenlijk bijna gewoon zeggen, zouden wij dat zeggen. Lieten ze hem liggen, maar dat is eigenlijk verlieten ze hem liggend, oftewel die lag. Maar vertaal gewoon met lieten ze hem liggen hoor. Et au fugerunt. En ze vluchten. Fugerunt. Au is ab. Is weg. Ceteris senatoris jam au fugerant. Kijk daar een echt plusquamperfectum. Herken aan era, hè. De overige senatoren waren al weggevlucht. Jam al, hè. Waren al weggevlucht. Nadat dit allemaal gebeurde. Iedereen rende deur. Niemand helpt hem. Zielig man. Ibi aliquam diu jacuit ex animis donex servi corpus electique posuerunt et domum retulerunt. Daar lag hij, perfectum van ja, keren, liggen, aliquam diu enige tijd, ex animis, ja, ontzield. Hè. Ex animis, anima is ziel, ex animis uit de ziel, ontzield, oftewel dood. Ja, predictief heb ik erbij gezet, is niet de, als onderwerp nemen, hè. Dus de ontzielde lag daar enige tijd. Oh, dat klinkt ook niet heel verkeerd eigenlijk, hè. Maar beter, zeggen we, hij lag de enige tijd ontzield als extra bepaling. Predicatief betekent eigenlijk dubbel verbonden. Dat gaat over zowel hij, het onderwerp, als over hoe die daar lag. Ja, quit. Dus vandaar dubbel verbonden, oftewel predicatief in het Latijn. Hij lag de enige tijd ontzield, totdat de slaven het lichaam, of zijn lichaam, in lectica op een draagbaar, een draagstoel, een draagplank, een plankaar of iets dergelijks, posuerunt, plaatsten, hebben geplaatst. Perfectum van poneren. Et domum retulerunt. En naar huis, acties van richting, dat hoort heel vaak bij domus, terugbrachten. Re, terug, toelerunt, perfectum van verre. Weten we nog, dames en heren? Re, verre. Dus en naar huis, terugbrachten. Ja. En zo eindigt het leven van de beroemdste Romein van allemaal, zo ongeveer, Julius Caesar. Ik wens jullie veel succes verder. Tot ziens.